The memories that tie me to that place are like some vestigial organ. Dat geld en investering in bedrijvigheid is ook in Silicon Valley. Maar in Amsterdam heb je een eigen combinatie op een podium. Nou, drie fondsdirecteuren die hier zitten, zijn de actieve fondsdirecteuren op het gebied van de interregeling. Volgens mij hebben we erin gezet dat we dan wel de meet leggen, de grens leggen bij het filmische, bij het narratieve. Dus we hebben heel graag willen wij zoveel mogelijk inclusie stimuleren uit die aanvragen. Die we de komende jaren kunnen krijgen, dat daar iets dusdanig te leren valt dat we daarmee verder kunnen. Past dit toe op de disciplines of maak je aparte projecten van? Ziet er als er een budget wordt vrijgemaakt, dat er dan weer een gezamenlijke regeling gaat komen? Als er echt zo lang nog fondsen zijn die wat dat betreft. Er wordt even hier wat weggehaald om muziek te kunnen maken. Ik zal kort wat vertellen. Overigens, ik zit zelf in het bestuur van Stijn, dus ik heb vooral een goed verhaal van mezelf, vind ik. Stijn is misschien wel, dat ik wel zeker is, de oudste van ons allemaal. Stijn is er geloof ik al sinds 1969. Dat hoort het goed, 1969. Michel Weisbies is directeur sinds 1981. Het is heel erg begonnen als een laboratorium voor elektronische live performance. Ik kan me nog herinneren dat toen ik zelf studeerde in de jaren 80 bij de sonologie in Utrecht, dat je naar concerten ging en dat er dan iemand voorgesteld van mij, zoals dit hier, die ging dan kijken of iedereen er was in de zaal en die zette een tape recorder aan en kon je naar de muziek luisteren terwijl er dus een tape recorder stond spelen. Dat Stijn is zelf een reactie geweest als woord op dat idee. Elektronische muziek is niet van nature instrumentaal. Heeft geen natuurlijke interface. Dus daar moet je wat over denken. Dus Stijn doet al jarenlang onderzoek naar van waar raakt dat menselijk lichaam in een soort theatraliteit, in live performance, de elektronische muziek die nergens vandaan komt. In de loop der jaren is dat eigenlijk een groot thema geworden ook bij Stijn. Die fysieke interactie tussen gebruikers en technologie, en dat is inmiddels breder dan alleen maar muziek. Meer in het algemeen naar de media toe. Wel is het zo dat Stijn door al die jaren heen een plek voor makers is gebleven. Het wordt al vaker gehoord, maar Stijn staat volop in die traditie van mensen die cultuur maken. De culturele communicatie tussen mensen, dat staat ook centraal bij Stijn. En net viel het ook al eventjes bij het verhaal van Paul, die koppeling tussen generaties. Wat ik net zei, Stijn is de oudste, maar tegelijkertijd ook even de jongste. Omdat Stijn een concept heeft waarbij de artistiek directeuren om de paar jaar wisselen. En er dus telkens ook weer ruimte is voor een nieuwe generatie. De huidige artistiek directeur is Takura Mizuta Lipit. We noemen hem Taku. Hij is ook bekend onder de naam DJ Sniff. Taiko is momenteel de huidige artistiek directeur. Ik weet niet waar hij is. Ja. En hij gaat nu voor ons laten worden wat Stijn is en zou kunnen zijn en gaat worden. Veel plezier. Daarna is er nog één programma onderdeel. Vrijdag. Ja, dankjewel. Ik ben Stijn Bruijs. Taiko is een performer.
komen hier bij het einde van de middag, de afsluiting. Maar het is een beetje een korte samenvatting en we hebben een uitsmijter, de wethouder. Wat we hier vanmiddag hebben gezien, ik hoorde in de pauze ook, het is fragmentarisch, de keuze is niet compleet. We hadden de 100 beste projecten willen zien. Hoe gaan wij nou verder? Ik denk dat deze middag, hoop ik, voor jullie een uitnodiging is om meer te